Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Karemo. Mijn naam is Gianland Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 84 hier in Canada. Alweer een nieuwe race, ronde nummer 4 van 16. Het gaat al lekker hard. Leidt het klassement met 33 punten voorsprong. Jenson Button op P6 moet weer dichtere stappen naar ons zien te maken. Spoelen de tijd eventjes mooi door. Er is wat ruimte voor de agenda om wat dingen op te vullen. Dus daar kunnen we gebruik van maken. En dat moet ervoor zorgen dat er wat meer updates binnenkomen. Dat Jenson Button wat beter wordt dan zoals hij nu is. Goed verhaal. Maar goed, heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het ietsje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijks F1 22 My Team Karemo content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook net dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media, Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Spoelen we de tijd eventjes door en dan zijn er een aantal dingen mooi voltooid, zoals een simulatortraining. De wekelijkse inkomen is er weer bijgekomen. Chassis update, een power equipment upgrade, goed gedaan. Krijgen ook geld vanwege de sponsor. En weer wekelijks inkomen met de R&D punten. En dan is het nu tijd voor de Pirelli Hot Lap. Alleen die slaan wij gewoon over. Dus nu is het tijd voor de kwalificatie hier in Canada. Kunnen nog niet zoveel dingen upgraden aan de faciliteiten. Hebben daar nog niet genoeg geld voor. Dus even doorsparen. Maar nu op voor de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij kwalificatie deel nummer 1. En kijken of wij ook door kunnen komen naar Q2. Ik verwacht van wel, hebben we een hele snelle auto op dit circuit. Ik ben ook benieuwd wat Jenson Button kan gaan doen. Ik verwacht dat hij minimaal een tweede plek gaat halen in Q3. En nogmaals, Q1 heeft eigenlijk niet zoveel zin. Want ja, we komen toch wel door naar Q2. Einde van hopelijk mijn eerste en laatste run in Q1. DRS geopend. En dan wordt de tijd een 1:10:1. Voorlopig snelste in kwalificatie deel nummer 1. Goed gedaan. Dat is inmiddels een derde plek geworden. Button en Norris zijn sneller gegaan. Dus ja, ben ik er toch nog maar uitgegaan. Om ervoor te zorgen dat we niet zometeen worden ingehaald. Terwijl wij in de pitstraat staan. Dat is gewoon garanderen op een plekje buiten de top 16. Paars in sector 1, groen in sector 2. Daar gaan we wel wat te wijd. Krijgen een track limit waarschuwing aan onze broek. En dat is de derde tijd. Alweer. Pakken hem af van Lando Norris. Goed gedaan. Zijn we aanbeland bij het einde van Q2. Iedereen is dus nu naar buiten voor een tweede run. Wij gaan het dus maar bij één run houden. Het proberen om dat ook te doen in Q3. En we gaan ruimte creëren bij de auto voor ons. Die rijden nu allemaal uit pit lane. Banden ook goed opwarmen. Ik weet niet waar Jenson Button staat. Wij staan wel op P16. Maar goed, geen probleem. En hopelijk brengt deze ronde ons door naar Q3 met nog ongeveer 1 minuut en 30 seconden op de klok. Aanremmen eerste bocht gaat heel erg goed, jazeker. Exit is ook uitstekend. Met groen in sector 1 en 2 tikken daar lichtjes de muur aan. Geen voorvleugel beschadigd, DRS geopend met nog ongeveer 30 seconden op de klok. Laatste bocht.
gaat ook heel erg goed. Kortere lijn nemen naar start-finish. En dat is de snelste tijd met een 1.9665 in Q2. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij Q3. We zijn dus door naar het laatste kwalificatiedeel. Weer hetzelfde verhaal. Pas heel laat naar buiten gegaan voor een outlap. Weer de achterbanden goed opwarmen. En kijken of wij ook naar de pole position kunnen toe gaan rijden. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd waar Jenson Button zal gaan staan. Want de Brit is ook extreem snel. Hadden we ook gemerkt in China. En we gaan nu het gas intrappen en kijken of deze ronde goed genoeg is voor de pole position hier in Canada. P10 op dit moment. Aanremmen eerste bocht gaat heel erg goed. Ietsjes te veel curbstone meegepakt bij bocht nummer 2. Einde van hopelijk mijn eerste en laatste run in Q3. Pakken daar een corner cutting waarschuwing. En dat is de tweede tijd op 29.000 van Jenson Button. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. En hebben genoeg ERS en brandstof in onze auto. Dus kunnen er nog een ronde erachteraan plakken met paars in sector 1. Groen in sector 2 zitten in het rood een paar duizendste boven onze eigen tijd. Button op pole position. De kwalificatie zit erop. Maar daar pakken we alles goed in de laatste bocht. Kortere lijn nemen naar start-finish. En wij pakken de pole position af van Jenson Button in onze tweede run. Goed gedaan. Echt goed gedaan. Zijn een tiende sneller dan Button. Ook een tiende sneller dan Lawson. Telt voor Ocon en Norris. Kwalificatie zit erop. Op naar de race voor aflevering nummer 84. Daar gaan we dan. It's time once again then to go racing here in Montreal, the second largest French-speaking city in the world and home since 1978 to the Canadian Grand Prix. It's a tricky circuit to tackle in wet conditions, with top speed still of critical importance down the long back straight. There are 2.7 miles and 14 corners overall on this circuit that in the dry can see average lap speeds of around 130 miles per hour. We'll be lucky to get anywhere near that today. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The professor lines up on pole position, and it's Jenson Button alongside. Considering the rest of the grid we have, Liam Lawson, Norris, Yuki Tsunoda, and Leclerc, Russell, Gasly, Yuri Vips, and Fernando Alonso, Latifi, Tictum, Oscar Piastri, and Ocon. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Schwartzman, Mick Schumacher, Felipe Drugovic, and Guan Yu Zhou. Magnussen, Richard Vachon, Teo Pourchaire, and Lance Stroll brings the grid to a close. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson is alongside me today. Nice and dry up here in the commentary box. How are you, Ant? Looking forward to the race? I'm very well, thank you. I forgot my umbrella on the way up to the box, so I'm a bit soggy, but I'll dry out soon enough. It's going to be an interesting race in this weather. Obviously, your strategy changes completely once it starts raining, as overtaking is a lot easier in the wet. The focus moves away from pure aerodynamic efficiency and tyre management. And of course, the driver themselves can always make more of a difference in these conditions than in the dry. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs naar de puntenfinish van de vorige race. Starten op een natte baan, maar gaan rijden op de doorweerbanden opdat de weersverwachting wel voorspellen dat de regen zo snel mogelijk zou gaan wegtrekken. Aan het einde van de rit lekker zonnig weer. Dus ja, dat kan nog wel wat leuks gaan worden. De formatieronde is inmiddels onderweg. Het ontzettend dus op pole position. Jenson Button op P2. Liam Lawson op P3. Norris 4. Tsunoda P5.
En dan zijn we aanbeland bij de startprocedure. Gaan weer de gridslots in. Achterbanden zoveel mogelijk op temperatuur zien te krijgen. De remmen op temperatuur zien te krijgen. Vanwege de natte weersomstandigheden. Komen prima in de gridslot terecht. Goed gedaan. Moeten geduldig afzien te wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland op de grid. En dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 84 van F1 22 My Team Career Mode. Het duurt een beetje langer dan verwacht, maar de lampen gaan eindelijk aan voor de grote prijs van Canada. Met onszelf op pole position, button op P2, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg, button is ook goed weg. En wij behouden de leiding in de eerste bocht, jazeker, button naar P2. Tsunoda al gelijk een plekje gewonnen aan Lawson, maar Liam Lawson vecht zich knap terug. Norris op P5, wij dus aan de leiding, gaat naar Button is 17e op dit natte circuit van Gilles Villeneuve. Gat is dus 18e. Paars in sector 1, we hopen dat dat gat groter en groter wordt. Klein momentje overstuur op de exit. Gat is gezakt naar 16e, 14e inmiddels, 13e. Want Jensen Button zit eraan te komen voor een aanval. We hebben een slechte exit en Button kijkt naar de binnenkant, is er ook voorbij. Wij remmen laat en Button ziet dat gelukkig, laat ook gelukkig ruimte voor ons en zo behouden wij de leiding. Maar ronde nummer 2, als Button voor revanche wil, kan er niet langs. En wij zetten even dezelfde race ronde in met een 1.27.5.7.0. Gat naar Button is 14e. Wij behouden dus de leiding in de tweede ronde van de race. Nog 33 rondes te gaan. Ronde nummer 4 is het inmiddels. Als dat gat naar Jensen Button groter en groter is geworden. 1.7. En de regen is hier al aan het verminderen. Minder natte delen op het circuit aanwezig. Moeten de baan alleen maar zien droog te rijden. En dan kunnen we naar de harde band. En wij laten even dezelfde race ronde noteren met een 1.18.559. Goed gedaan. Ronde nummer 8 inmiddels. Als de regen voorbij is gegaan. Kleine druppeltjes vallen er nu nog wel. Maar goed, die gaan ook zometeen allemaal weg van dit circuit. En wij laten even paars in sector 1 en 2 noteren. Goed gedaan. Button op 5.5 van ons. Lawson op P3. Tsunoda op 4. Lando Norris op P5. Dat gat is inmiddels 10.1 seconde. Dus het wordt lekker groter en groter. Zo hoort het ook en zo moet het ook wegrijden van de concurrentie. En dan zitten we in ronde nummer 9. Als we even weer dat snelste race ronde verbeteren met een 1.16.961. Dat is inmiddels een 1.12.490 geworden. En in ronde nummer 18 duik ik naar binnen voor de harde compound. Gaan een overcut proberen op Jensen Button. Zouden genoeg seconden voorsprong moeten hebben op de Brit. ...2.4... Een prima pitstop. En komen we terug aan de leiding, jazeker. In ronde nummer 19. Nu hoeven wij niet meer naar binnen. Alles wat nu komt is niet gepland. En zo kunnen wij de wedstrijd uit gaan rijden. Ronde nummer 23, nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Als wij de overtakeknop hebben gebruikt in de race. En dat is een 1.11.809. Snelste race ronde alweer tot nu toe. Nog 11 rondes te gaan in de race. Button volgt op 12.3. Tsunoda op 18.3. Lawson op 19.2. Norris op 20.2. Ronde nummer 28. Als we daar Lance Stroll hebben voor de blauwe vlaggen. Moet ons voorbij zien te laten. Heeft een klein beetje wielspin. Wij zijn er voorbij. Stroll geeft niet echt op. Dit keer wel.
want wij duwen hem naar de muur. Ronde nummer 29, als we daar Joe hebben, die ook op een ronde wordt gezet. Hetzelfde geldt voor Theo Poortier. En Joe profiteert gelijk mee, jazeker. Joe pakt een gratis positie, omdat Theo Poortier lag te slapen. Hier hebben wij dan Richard Verschoor. En moet ons ook voorbij laten. Voor P19 gaat dit. Geen punten voor de landgenoot. Jammer maar, helaas. Prima race tot nu toe. Ronde nummer 30 is het als we daar even Kevin Magnussen hebben. Die ook op een ronde wordt gezet. Daar hebben wij ook Mick Schumacher. Gat naar Button is 16,9. 17 seconden ongeveer. En Schumacher is daar ook te zien, jazeker. En Kevin Magnussen profiteert gelijk mee. Pakt een gratis positie aan Mick Schumacher. Ja, zeker. Mick Schumacher. We hebben flink wat overtake beschikbaar. Gebruik daarvan. Maak daar gebruik van, zegt Mark Priestley. Terwijl we even Robert Schwarzman op een ronde hebben gezet in ronde nummer 31 van de race. Nog 4 ronden te gaan in de wedstrijd. Goed gedaan. Gat naar Button is 18,3. Ronde nummer 33 als ik naar binnen duik voor de zachte band. En we komen als het goed is vlak voor Jensen Button weer de baan op. Dat is 2,3, een prima pitstop van ons. En komen we terug aan de leiding in de grote prijs, jazeker. Gat is 2,6 na Jensen Button, 2,1. Nu 3,5. Gele vlag, omdat er iemand stil is gevallen. Robert Schwarzman is uitgevallen in de wedstrijd. En DRS is beschikbaar gesteld. Overtakeknop aangezet. Achterblijver dus op een ronde gezet. Hetzelfde geldt voor Richard Verschoor alweer. Ook hij wordt op een ronde gezet door ons in de laatste ronde van de race. Button op P2, Tsunoda op P3, Lawson op 4, Norris op P5. En wij laten even paars in sector 1 noteren. Hier weer blauw vlaggen voor Guangyu Zhou. Moet aan de kant voor ons. Doet hij zeker. En daar hebben wij Mick Schumacher. Gaat ook mooi aan de kant. Goed gedaan. En Schumacher profiteert mee volgens mij. Van een achterblijver die daar de fout is ingegaan. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Nog een paar meters te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Dan gaan we weer een overwinning erbij vieren voor ons. En het team van Button wordt tweede. Een dubbel podium alweer in handen van ons. Wij met de snelste race ronde pakken weer de volledige score als team en als constructeurs in een raceweekend. Goed gedaan. Uitstekend werk en is het op naar de volgende wedstrijd. Truly magnificent drive then, and a great performance from the entire team to secure victory here in Canada. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all.
Maar hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Canada. Pakken ook dus aan het race om de punt. Jensen Button na P2 pakken de volledige score als team. Goed gedaan. Felipe Drugovic rijdt driver op de D van P17 naar P11. Vind ik niet om iets echt trots op te zijn. Geen punten gepakt. En dus verdien je van mij geen driver op de D. Button klimt naar P5 in het coureursklassement. Beide is nog steeds aan de leiding. En niks gewijzigd bij de constructeursstand. Jazeker, goed gedaan. Uitstekend weekend voor ons. Pakken weer belangrijke punten. En ze hoort het ook. Plus 5 voor mij, plus 2 voor Perez. Maakt 25 tegenover 15. Dus eigenlijk is deze rivaliteit al binnen. Team Acclaim is level 28. Wij zijn level 22. Button is level 15. Dus zit ook gewoon goed voor elkaar en voor elkaar. Van alle sponsoren binnengewerkt. $2,1 miljoen erbij. Button en ik geen schade gereden. 100.000 erbij. Jazeker, goed gedaan. In totaal $15,17 miljoen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de aflevering dan. En vertel me hoe je het leuk vindt. Trouwens, nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F122 My Team Kerel content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En vroeg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jinan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.